In het rijtje succesvolle familiebedrijven is bierbrouwer Bavaria altijd in de hoogste regionen te vinden. In 2015 werd de bierbrouwer zelfs uitgeroepen tot het beste familiebedrijf ter wereld. De zevende generatie Swinkels houdt de touwtjes inmiddels strak in handen. Peer Swinkels, geboren in 1975, is één van die familieleden. Hij is het jongste directielid en als Chief Commercial Officer onder meer verantwoordelijk voor de bier- en frisdrankactiviteiten wereldwijd. Peer maakte vooral naam door de merkrestyling waar hij Bavaria doorheen loodste. En door het bedenken van diverse PR- en marketingstunt, waardoor Bavaria langzaam maar gestaag zijn iets wat stoffige imago van zich afschudde. Een van de meest bekende stunts is de actie rond de Bavaria Babes tijdens het WK voetbal in 2010, waar een enorme rel omheen ontstond. En waardoor de hele wereld in één klap Bavaria kende. Maar ook commercials met bekende namen als Playboy-baas Hugh Hefner kregen volop aandacht. Niet slecht voor een familiebedrijf dat vanaf 1773 al in handen is van de familie Swinkels. Peer stuurt het bedrijf aan samen met vier andere familieleden. En als er iemand iets kan zeggen over hoe het is om een familiebedrijf te runnen, dan is hij het wel. Wat maakt een familiebedrijf nou zo anders dan gewone bedrijven? En is de volgende generatie Swinkels er alweer klaar voor?